Wat hebben we allemaal nodig met de waxpapiertechniek? Een strijkbout. En dat kan ook uw eigen strijkbout zijn, als er maar geen stoom bij komt. DCP-papier. Waxpapier. En een dye-inkt. Ik heb hier distress-inkt. Twee kleurtjes. Met een tool. En sponsjes. En dat mag natuurlijk ook een ander sponsje zijn. Net wat u zelf fijn vindt. Nou, dan hebben we twee manieren, laat ik zien, om het waxpapier leuk te krijgen, zeg maar. Eentje is gewoon de waxpapier verkreukelen en recht maken. Die leggen we even apart. En de tweede manier is om uw waxpapier in een embossingmal te leggen. En dat door een cuttlebug te halen. Of een andere embossingapparaat. Zo. Kijk, en dan komt hij er zo uit. Een hele andere manier. Dus je hebt een aantal verschillende. Nou, er bestaan heel veel embossingmallen. Dus u kan echt heel veel mogelijkheden maken. Nou, wat gaan we doen? En allebei is hetzelfde, dat maakt niet uit in de verwerking voor de rest. Ik doe de normale, dus die we gekreukeld hebben. U maakt een sandwich. DCP-papier onder. Dan uw waxpapier. Uw DCP-papier er bovenop. En dan gaat u met uw hete strijkbout, en die moet flink heet zijn, gaat u eroverheen. Doe dat een beetje langzaam. Ik wil altijd te snel, en dan neemt u een deel weer niet op natuurlijk. Dus als u dat heel langzaam doet, dan kan de wax heel goed op het papier smelten. Zo. Dan zit het aan deze kant en aan deze kant. Ik kan het u wel laten zien, maar u ziet het toch niet. Vertrouw er maar op dat de wax hierop zit. Wat gaat u dan doen? U pakt een kleurtje distress inkt. Zo. En u gaat daar gewoon overheen. En dan ziet u al gelijk resultaat. Ik zal het u laten zien. Ziet u dat? Dat is leuk, hè? En dan kunt u heel uw papiertje kunt u volmaken. En dat kan natuurlijk met heel veel kleuren ook nog eens. Dus je kan echt zo variëren. En dat kan heel licht, dus je kan het heel licht aanbrengen. Maar ik kan het ook heel donker aanbrengen. Meng de kleuren lekker door elkaar heen. Dat mag best wel. Eén ding is donkerder dan de ander, dat is ook leuk. En als u het blauw nou te licht vindt, dan kunt u gewoon weer blauw aanbrengen. Kijk, dit is het resultaat. Ziet u dat? Zie je mooi? Dat is mooi, hè? En is het alleen de waxpapier gekreukeld? Nou, hetzelfde gaat met het waxpapier wat door de embossingmal door de cuttlebug is gegaan. Kijk, deze heb ik met een embossingmal gedaan en u ziet ook de vlindertjes erin zitten. Ziet u dat? Er zitten overal vlindertjes in. Nou, zo kunt u natuurlijk plenty variëren. Heeft u geen cuttlebug of een ander apparaat waar de embossingmallen doorheen kunnen, dan staat er op mijn blog een oplossing.
Nou, ik heb met de achtergronden heb ik een paar leuke kaarten gemaakt. En dit is gewoon gekreukeld. Dus de achtergrond is gewoon met waxpapier gekreukeld. Dat is met de nieuwe stempelplate van Maya. Dat is leuk geworden en mooie kleuren ook. Nou wordt hij door de webcam wel wat flatser dan wat hij eigenlijk is. Deze, die heeft bijvoorbeeld een achtergrond met waxpapier en een embossingmal. En u ziet ook de vierkantjes. En ziet u ook dat het een heel groot verschil is dan gelijk. Is die leuk, hè? Dan heb ik hier nog eentje waarvan u het nog beter ziet. Kijk, de bovenkant is allemaal met vierkantjes. Is die gaaf? Ik vind hem super. Kijkt u eens. Dat is mooi, hè? Nou, dit was de workshop werken met waxpapier. En ja, het is heel leuk, heel simpel, snel klaar. Ik hoop dat u het ook een keer gaat proberen. En veel plezier ermee en tot de volgende keer.